vandaag is het donderdag. Is het donderdag vandaag? Ja, hè? Vandaag is het donderdag alweer. Wij zijn net uit Staveren vertrokken. Wij gaan waarschijnlijk de kant van Sloten op. Dus we even een klein stukje varen. Hegemeer over, de Vlussen over. Langs Woudzendt en dan richting Sloten. Want vanuit Sloten kunnen wij ook eventueel, als we daar zin in hebben, richting wat we eerst van plan waren. Hè, richting de Leerribben, richting de Kop van Overijssel. De brug is open en ik ben benieuwd of wij dat nog halen. De brug van Warns. Ik denk het niet. Het is een lekker temperatuurtje. Ik zit gewoon in korte mouwtjes en het is de waait lekkere wind. Alleen vanavond schijnt het toch wat om te slaan. Schijnt het heel hard te gaan waaien. Zware windstoten en gaat het morgen waarschijnlijk de hele dag regenen. Vannacht ook. Dus we willen wel een plek hebben dat we goed vast liggen. Dus waarschijnlijk gaan we toch weer naar een haven toe. Maar dat zien we nog wel eventjes. Eerst die kant maar even uit. Sloten nog een brug door. Dan is hier volgens mij wel een ondiepte. Dan is hier volgens mij wel ondiep straks. Dit is volgens mij wel een ondiep stuk. En die valk die vaart hier ook, die steekt 90. Die valk die steekt 90, die vaart daar ook. Ja, wij kunnen overal varen. Ja. Maar dat, die gele tonnen, dat is een hardvaargebied voor die speedboten. Goed? Ja hoor. We varen nu door de Woudzendt Rakken. En daar verderop is een boerderij, daar kwamen wij altijd vroeger. En daar heb ik heel veel uurtjes van mijn jeugd doorgebracht.
Slotermeer. Zitten we nu? Dus nou maar een klein stukje varen nog. We liggen in de haven van Sloten, in jachthaven Lemsterzicht, nee wat is het? Geen idee. Maar in een jachthaven, dus niet in de passante haven buitenuit, dat hadden we eerst gewild, maar omdat er slecht weer aankomt, harde windstoten, hebben we gezegd we gaan naar een officiële jachthaven opzoeken. En het regent al, ik ben al met Romke uit geweest en het begon al te regenen, dus het is al onderweg. En we gaan nou even een soepje eten en een broodje. En dan wachten tot het droog wordt. Dan gaan we de stad in. Ja, biertje drinken. Biertje drinken, ja. Ja, het is echt omgeslagen. Maar wel lekker weer. Ja. Het is wel lekker. Lekker cool. Dit is een aparte ding. En Romke? Nou, het is 7 uur geweest. En het is eindelijk droog. Nu bijna tegen 10 uur en nu pas begint het te waaien. Zou de hele zware windstoten komen. Wel windkracht 7 of 8 zouden er komen. En nu begint het wat te waaien. Het was vanavond windstil, maar het heeft de hele avond geregend, uit de hele middag. We zijn toen het droog werd, om een uur of 7:30 zijn we de stad ingelopen met Romke. En voor die tijd heeft het alleen maar geplenst vanaf 's middags 1:15. Dus ja, het is nu wel weer droog. Dus nu dan regent het een beetje. En nu begint het te waaien. We hoeven gelukkig niks meer. We hebben alles hier aan boord. We liggen goed vast. Dus we zien wel even hoe de nacht gaat worden. Wow. Vrouwtje vindt het ook eng hoor. Eén keer aan, hè? Ja. Die theedoek die. Ja. Weg of zo? Ja, die moet weg. Oh, is hij al weg? Oh. Nee, hij zit er al. Het is nu echt losgebarsten. We gaan echt tekeer hier in die boot. We schudden. Ik ben zo blij dat we in de haven liggen. Dat we enigszins beschut liggen. We gaan echt heen en weer, joh. Oh, verschrikkelijk.
hoop dat die tent het houdt. Nou, de wind is een beetje gaan liggen. Het is niet meer zo stormachtig, want nadat ik gefilmd had, werd het eigenlijk nog erger. Hele zware windstoten. Maar we liggen gelukkig goed vast. Chris heeft vanmiddag nog een touw naar een andere boot gedaan. En die is nou romkant uitlaten. Dus ik zal, doe alsjeblieft voorzichtig, want het is glad hier op die stijgers van de regen. We hebben trouwens lekkage. Die tent die lekt, die nieuwe tent. We hebben wel heel veel ellende mee gehad. Maar goed. Het moet me gauw over zijn. Ik was blij met de regen eigenlijk, dat het een beetje frisser zou worden, maar... Dit is niet leuk meer. Dit is ook gevaarlijk. Ik ben blij dat we in de haven liggen, hoor. Ik heb hier ook mensen in sloten gezien met kleine tentjes. Ik ben benieuwd hoe dat gegaan is. Goed, we horen het morgen wel hoe de schade is geweest. We gaan eerst slapen straks. Bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal. Het is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende vlog.